Hey kijkers van Dus David Games. Een wat serieuzere video, geen gameplay video, geen Kingdom video. En sowieso, waarom zijn er zo weinig video's op DDG? Ik ga dat proberen wat duidelijk te maken momenteel. Op het moment dat ik dit opneem, dus niet wanneer de video online komt, als het goed is, is het 8 februari en is iemand hier 33 geworden. Ik ben jarig vandaag. Dankjewel. Laat de likes en de felicitaties maar de reactie achter. Dit is blijkbaar de video daarvoor. Even op een serieuzere noot. Dat houdt dus in dat ik 33 ben, dat ik 11 jaar YouTube doe, dat een derde van mijn hele leven YouTube is. Ik heb nog nooit een derde van mijn leven iets gedaan. Ik heb nog nooit een relatie gehad die een derde van mijn leven duurde. Ik ben nooit een derde van mijn leven naar dezelfde school gegaan, opleidingen, dat soort dingen. Werk ook niet. Ja, dit, YouTube, mijn werk. Best raar. Eigenlijk ken alleen mijn ouders en mijn zusjes mijn hele leven en langer als dat ik YouTube ken. Het is dus zo'n ontzettend belangrijk onderdeel van mijn leven geworden, dat het letterlijk een derde van mijn leven inneemt. Vond ik wel een leuke anekdote om even mee te beginnen. David, ga je dan nu aankondigen dat je het niet zo leuk meer vindt? Joh, ik vind YouTube letterlijk het leukste wat er is. Een beetje klooien met de server. Letterlijk. Je moet je voorstellen dat je een baan hebt. Nou, stel je voor dat je nou aan het kijken bent, je zit bij de Albert Heijn. En daar heb je de vrijheid niet met wat wij YouTubers hebben. We kunnen letterlijk maken wat we willen. En dat maakt het zo leuk. Het is natuurlijk afhankelijk van of dat dan ook aanslaat. Maar dat is een tweede. Het is een heerlijke baan. Het is de beste baan die er is. Alleen met mij gaat het niet zo goed. Nou, even de medische geschiedenis. Ik heb de afgelopen, ongeveer een jaartje terug, heb ik natuurlijk in mijn nier zo'n stuk metaal gehad. Die video kun je ongetwijfeld nog wel terugvinden. Dat is trouwens niet eens een jaar geleden volgens mij. Voor mij is het minder lang geleden. En dat was heel, heel erg heftig. Daar heb ik heel erg veel last van gehad. Letterlijk 3-4 maanden eigenlijk op bed gelegen en weinig kunnen uploaden. Daarnaast heb ik ook nog eens een keer, en alles wat ik nu zeg klinkt alsof ik dus eigenlijk helemaal geen YouTuber moet zijn, een gigantische afwijking in mijn rechteroog. Dat is deze voor alle duidelijkheid. Van iets van min 12 of zo. Dat heet een keratoconus. Dat is dat je lens niet bol is, maar puntig. En dat heeft een lens werkt dus niet en een bril ook niet. Ik kan niet veel langer dan 2-3 uur naar een beeldscherm staren of ik heb gigantische hoofdpijn. En daarnaast moet je je afvragen, hoe gezond ben jij? Als je 11 jaar lang YouTube doet en altijd op een stoel zit, ik vind het lekker, maar is het gezond? Voor de duidelijkheid, dit is geen afscheidsvideo. Dit is geen aankondigingsvideo, maar ik ga minder uploaden, want dit en dat. Nee. Er zijn eieren tegen mijn huis aan gegooid. Er is een stuk metaal in mijn nieren geweest wat daar niet hoort. Ik heb last van mijn oog. Dat soort dingen maakt mij niet klein. Ik moet gezonder leven en daarom ook deze soort van storytime. Ik heb er hier eentje staan, van vandaag, een Red Bull. En dit is geen haat of een afkeer naar energy drinks. Want ik weet dat één zo'n blikje energy drink, zelfs als 2-3 kopjes koffie, koffie is wat dat betreft net zo slecht. Dit is raar om te zeggen en ik heb me heel erg lang er tegen verzet om het te zeggen. Maar ik ben al jaren verslaafd aan energy drink. En ik weet dat heel veel jonge kinderen dat ook zijn. En die zien me elke keer sippen van dat spul. En het is hartstikke slecht. Het is echt heel erg slecht. Nou, dat zeggen ze van heel veel dingen. Want dat zeggen ze ook van sigaretten. Right? Nou, super slecht. Ja, dat klopt. De helft van YouTube rookt. Maar dat maakt even niet uit op dit moment. Want het gaat even over mij. Er zijn heel veel dingen die slecht zijn die ik doe. En een van de dingen waar ik makkelijk wat aan zou kunnen doen, omdat ik niet letterlijk de drang heb om dat te doen, maar ik weet dat ik er weken last van ga hebben, is praktisch stoppen met energiedrink drinken. Dat houdt in dat ik minder dan een blikje per dag wil. Dat houdt in dat ik misschien 2-3 blikjes per week ga drinken. Iets wat gezond is. Nou ja, het is nooit gezond, maar een stuk gezonder dan, komt ie, 5-8 blikjes per dag. Echt insane. Het was al zo erg dat zodra ik wakker werd, het eerste wat ik dronk was energy drink. Het was zo erg dat tot diep in de nacht ik rustig tussen 12 en 3 nog 3 blikjes dronk. Ik sliep wel. Ik sliep makkelijk 8 uur per dag. Dus dat was het probleem niet. De hele taurine, cafeïne had überhaupt geen effect meer op mij. Ik heb afgelopen week heb ik een proefje gedraaid. Ik heb er nou dus even eentje staan. Want het is geen schande. En als je me een keer in een video energy drink ziet drinken, hoef je niet gelijk een reactie te plaatsen met, je zou toch stoppen? Nee, ik ga gewoon zwaar minderen. En dit was net toevallig een van de momenten dat je mij een energy drink blikje ziet drinken.
ik heb het afgelopen week geprobeerd. En het was letterlijk een keer gestopt met roken. Een keer 3 weken geen vlees gegeten toen ik in India en Nepal was. Het was een van de moeilijkste dingen die er was. Niet omdat ik heel graag dat blikje uit de koelkast wil hebben en als een verslaafde opdrinken. Je merkt gewoon dat je lichaam aan het afkicken is. Nou heb ik nog nooit eigenlijk elke vorm van drugs gebruikt. Afgezien van sigaretten en dus misschien alcohol. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dit is hoe een heroïneverslaving zou moeten zijn ongeveer. Het craven naar iets, maar niet weten wat. In dit geval is dat dus de heroïne, mijn lichaam... cafeïne. Mijn lichaam zegt, je hebt iets nodig. En dat houdt in dat ik elke dag, de afgelopen 7 dagen, knallende koppijn heb. Heel erg moe ben, dat zijn de afkikverschijnselen. En eigenlijk bijna nergens zin in heb. Dat is niet goed. Ik sliep, denk dat ik de afgelopen 7 dagen, 5 dagen heb gehad. Dat ik gewoon van 3 tot 7, 's middags hè, geslapen heb. Omdat ik gewoon de dag anders niet vol kon houden. Nou, medische experts geraadpleegd, huisarts. En die zegt allereerst goed van je. En ten tweede, dit kan nog 2 weken aanduren. 2 weken kan het nog duren dat je lichaam buikpijn genereert, hoofdpijn genereert. En dat wil ik gewoon even aan jullie melden. Dat de reden is dat er op 3 tot 4 video's per week zit op DDG. Dat zal de komende 2 weken nog niet gaan veranderen. DDC gaat gewoon lekker door, omdat ik nou ook een groep heb. Liefde naar mijn boys natuurlijk. En het is best wel een flinke heftige stap. Die mij lichamelijk best wel veel moeite gaat kosten, ben ik achtergekomen. Die proefweek, dat was een proefweek. Weekend heb ik gewoon wel weer 2-3 blikjes per dag gedronken. En met 33 vanaf 8 februari, I guess. Dus vanaf vandaag houdt in mijn vakantie. Het is een soort van mini-vakantie. Ik ga 2 dagen... ga ik lekker naar Rotterdam, terwijl mijn ouders op mijn huis passen. Ga ik mijn verjaardag vieren met Reve. En vanaf dat moment ga ik het gewoon proberen. Niet eens 1 blikje per dag proberen. Als me dat lukt, weet ik zeker dat ik veel gezonder ben. Weet ik zeker dat ik meer energie heb op een dag. Hoe stom het ook klinkt. Je zou zeggen, energy drink, dat moet je energie geven. Ja, tot je een bepaald punt niet meer zonder kan. En dan zit je op een soort 1 vaste lijn. En dan maakt het niet meer uit hoeveel je drinkt, gaat niet omhoog. Maar het gaat alleen maar naar beneden als je het niet doet. En dat vind ik een heel gevaarlijke situatie. Want we weten eigenlijk niet wat het op lange termijn met je lichaam doet, dat taurine. Het is echt voor mij super slecht. Ik heb wat wetenschappelijke onderzoekjes gelezen erover. En daar word je niet vrolijk van. Oké, aankondigingsvideo. Ik ga afkicken van mijn verslaving, want dat is het gewoon. En dat gaat zwaar zijn. Bedankt voor de steun natuurlijk, voor de begrip van een aantal mensen. Momenteel zijn er een aantal mini Kingdom raps klaar per Kingdom. Die wil ik uploaden. En zodra je de eerste ziet, betekent dat dat Kingdom op de 6e dag komt. 5 Kingdom raps en op de 6e dag creëert God de hemel. Komt Kingdom dus in ieder geval. Nou, ik hoop dat jullie dat heel goed nieuws vinden. Ik hoop ook dat jullie door deze video heen konden bijten. Want het is niet de meest interessante video volgens mij om naar te kijken. Maar wel heel erg bedankt in ieder geval voor het kijken. En blijf lekker kijken naar DDG. Want er komen heel erg veel toffe dingen aan. Een nieuw concept zodra het ietsje warmer is buiten, dat ik dat daadwerkelijk ga doen. En natuurlijk leuke bouwvideo's met z'n allen. Kingdom, raps, parodies, komt er allemaal aan. Bedankt voor het kijken jongens, bedankt voor de steun. En heel graag tot de volgende keer. Later.